Wat vind jij nu het leukste zelf om te zingen of misschien iets van iemand anders? Oh. Het nummer dat ik het leukste vind om te zingen is ook wel Spring. Ook omdat ik het een heel leuke dans vind. Het is anders dan in de serie, dus dat is heel leuk als je iets nieuws kan doen. Ja, uiteraard kijk ik zelf wel het meest uit naar Banger Hart, om dat te brengen samen met Francisco. Maar ja, er komen zoveel goede momenten in de show dat ik zelfs niet kan zeggen, oh ja, want elke keer als we zo die show doornemen of als ik hoor wat dat er gaat komen, denk ik, oh, dat wordt keigoed, oh, dat wordt keigoed. Soldiers of Love blijft toch echt mijn favoriet. Niet omdat ik het heb mogen zingen, maar vooral gewoon de boodschap die gewoon tijdloos is. Ik kijk heel hard uit om Hart verloren te brengen, omdat dat gewoon echt ook veel goed is en een feestje gewoon. Dat is echt lekker dansen, die disco-vibes. Hart verloren. Dat is een hele coole act, een beetje 70s of 80s, als ik me niet vergis. En dat gaat zo'n beetje zo'n act zijn, zo'n hele coole act met heel veel dansers, heel veel disco. Dat is mijn persoonlijk favoriete. Mijn favoriete nummer is denk ik dat van Francisco, Hart verloren. Dat is oorspronkelijk van K3, maar ik vind zijn versie minstens even goed. En wat ik zelf ga zingen is Dat ik je mis. Dat vind ik ook een prachtig nummer. Waar ik altijd heel erg door geraakt word. Vind je het nog altijd spannend om voor zo'n groot publiek te staan? Absoluut, maar ik ben wel elke keer comfortabeler puur, omdat het met diezelfde groep blijft. En we zijn elk jaar fijner op elkaar ingespeeld. En nu vind ik het gewoon heel fijn, omdat ik weet dat ik naast hen sta. Het maakt me altijd wel zo, dit komt goed. Ja, ik heb dus nu een beetje zo'n gevoel van, oh, ik heb totaal geen stress. Ik heb het al een keer gedaan. Maar vorig jaar was het de eerste keer. En toen was ik echt al met 2 weken op voorhand echt met knieën en denken aan dat moment. En nu heb ik zoiets van, oh, ça va, ik weet wat dat is. Maar ik denk dat we allemaal een beetje hebben, zo dat safe gevoel nu. Toch? Heeft iedereen dat niet een beetje? Ja, ik niet. Nee, okay. Nee, ik vind dat toch wel steeds heel spannend. Ah, ja. Ik schrik daar altijd van, hoeveel man dat er in die zaal kan. Ja, wel, ja, dat hij daar staat, ja. Is dat wel even terug van, oh ja. Oh ja. Ja, ja, dat is juist. Was even... Ik denk wel dat we er bijna klaar voor zijn. Er moeten nog wel wat dingen gebeuren. En vooral op grote locatie moeten we nog zien hoe dat alles in elkaar gaat vallen. Maar ik heb er wel een goed gevoel in. Ja, dat blijft spannend. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Ik denk dat ook wel gezond is. Want dat houdt je scherp. En dan vlak voordat je dan opgaat, dan geeft je ook weer die energieboost. En dat energie van het publiek, als je dat dan eenmaal krijgt, ja, daar draai je dan ook op, hè, zo'n dag. Het is mijn eerste keer in het Sportpaleis, dus ik vind het heel spannend. Ja, als ik nog een beetje kan herhalen zo voor mezelf, zal het zeker lukken. Mijn aandeel is ook niet heel groot of zo, helemaal niet zoals dat bij de rest is. Maar ik zal ervoor zorgen dat ik klaar ben, dat is het belangrijkste. Ja. Het laatste seizoen, ook seizoen 4. Toch een beetje spijt in het hart dat het gedaan is? Absoluut. Het zijn zo'n mooie jaren geweest samen. Maar ik vind het wel heel fijn dat we het nu op een mooie manier afsluiten. En dan zijn die concerten daar ook nog een mooie kerst op de taart. Vooral het team eigenlijk, de collegaatjes gaan we missen. Maar ik denk ook dat we wel allemaal op een punt zijn dat we zo denken, oh, dat niet, we hadden niet nog een seizoen en nog een seizoen en nog een seizoen, want dat was het echt een beetje... Dat was de kwaliteit gewoon heel erg gaan zakken. Ja, ik vond het na de draaiperiode al heel triestig. Maar ik denk nu na de Sportpaleisshow dat ik echt weer in een heel groot zwart gat ga vallen. En ik kijk er nog niet naar uit, dus ik geniet van deze momenten. Ja, het is heel spijtig. Ik denk dat... we zijn niet weg natuurlijk. Maar ik denk dat toch, als je voelt van het is het laatste seizoen, dat toch wel heel veel mensen like me gaan missen. Ik mis het zelfs al een beetje en we zijn hier nog. Dus, ja. Ik heb daar al veel over nagedacht, want je denkt van, oh, dit is echt de laatste keer. Waarschijnlijk. En nu? Maar ja, ik ben blij dat we in ieder geval nog met z'n allen kunnen doen. En dankbaar dat iedereen nog altijd komt. Dus volop van genieten, maximaal van genieten.